De SP in Leiden voert actie om aandacht te vragen voor het groot aantal kinderen in Leiden en de rest van Nederland dat opgroeit in armoede. In dit kader werd zaterdag een verzameling kinderschoenen aangeboden aan wethouder Roos van Gelderen. We staan hier om aandacht te vragen voor het kabinetsbeleid, het koude kabinetsbeleid wat kinderen in de kou zet. Er zijn steeds meer mensen die in armoede moeten leven in ons rijke land. Dat vinden wij niet eerlijk, daar moet wat aan gedaan worden. Nou, VVD en PvdA helaas landelijk doen te weinig. Daarom hebben wij een actie bedacht. Dat doen we door het hele land, zamelen we kinderschoenen in. En die kinderschoenen staan symbool voor alle kinderen die nu de rekening gepresenteerd krijgen van de hele harde bezuinigingen. U heeft laatjes gekregen voor de actie tegen het armoedebeleid, dus de tijd tegen de armoede. Wat gaat u ermee doen? Met deze laarsjes, daar ga ik een mooi plekje voor zoeken op mijn kamer. Omdat dat dan weer een mooie aanleiding is om met mensen in gesprek te gaan over armoede in Nederland. Het zijn voor de kinderen die eigenlijk niets in de schoen kunnen krijgen nu met Sinterklaas. Klopt. Het zijn steeds meer kinderen die een schoen eigenlijk niet kunnen zetten. Dat zou eigenlijk niet nodig hoeven zijn in dit land. Het ligt er maar net aan welke politieke keuzes je maakt. Dat kan veel beter en daarom roepen wij alle politici op om vooral niet de kinderen en gezinnen in armoede de dupe te laten worden van dit asociale beleid. De partijgenoot Eva de Bakker, raadslid hier in Leiden, maakt bezwaar tegen het beleid dat nu gevoerd wordt in Den Haag door de PvdA en de VVD. Deelt u dat? Ja, ik denk dat we nog niet half beseffen wat de consequenties zullen zijn van de plannen zoals die nu worden gepresenteerd. En juist die kwetsbare mensen in Nederland, die zullen het nog extra moeilijk krijgen. En ik denk dat, ook al weten we allemaal dat we moeten bezuinigen en dat het een tandje minder moet vanwege de crisis, dat we dat vooral doen met die maatregelen die niet de allerkwetsbaarste treffen. En ik denk dat dat nu wel gebeurt. Ja, we gaan ze aanbieden aan de wethouder, zodat zij lokaal gewoon zich ervoor kan in blijven zetten, want dat doet ze nu natuurlijk al samen met het hele college, om te zorgen dat zo min mogelijk mensen in armoede leven. En aan de andere kant gaan we ze ook landelijk aanbieden aan de minister en de staatssecretaris die juist beleid moeten maken. En bovendien, helemaal aan het eind, dan hebben we natuurlijk duizenden schoenen, die hebben we nu al, die zullen we aan het goede doel schenken, zodat ze een tweede bestemming kunnen krijgen.